Zondag speelt NEC hier in de Arena tegen Ajax. Daarom zoeken wij Lasse Schöne en Jasper Sillissen op om te kijken hoe het met hun gaat. Lasse Schöne, ja, als we terug kijken op jouw carrière, dan kom je in 2008 bij NEC terecht vanuit de Graafschap. Meteen zo'n jaar, Europees voetbal, daar ben je mee begonnen bij NEC. Hoe kijk je daar terug? Nou, met heel veel plezier. Ik heb na 3 goede jaren, wil ik zeggen, dat ene jaar met mijn blessure, daar praten we maar niet over. Maar ik heb 3 fantastische jaren daar gehad. Maar inderdaad, vooral dat eerste was wel een hele bijzondere jaar. Niet alleen voor mij, maar ik denk ook voor hele Nijmegen NEC, denk ik. Doorgaan met NEC in een thuiswedstrijd en de andere teams moeten ook nog verliezen, wilden we doorgaan en alles klopte gewoon die avond. Maar goed, natuurlijk persoonlijk is natuurlijk ook in Moskou uit, is natuurlijk ook een mooie. Om die er toch te winnen in de score, en dat is natuurlijk ook voor jezelf is dat mooi. Maar inderdaad, die 2 wedstrijden is wel heel bijzonder. Dat kijken we wel met heel veel plezier naar terug. Ja. Dan zul je zondag natuurlijk de wedstrijd Ajax-NEC. Hoe speciaal is die voor jou eigenlijk? Nou ja, die is wel heel speciaal. Zoals je natuurlijk 4 jaar bij NEC gevoetbald, 4 leuke jaren, of 3. En de eerste wedstrijd was ook leuk om terug te gaan in de Goffert. En nu komen ze hier, dus maar ik vind het is altijd leuk om tegen jouw team te spelen. En zondag natuurlijk zeker ook. Waar ligt vooral het gevaar voor jullie? Iedereen heeft een kans. En dat is natuurlijk ook duidelijk. Als Ajax zijn, dan moet je ook gewoon alle wedstrijden willen winnen, vooral thuis. Maar goed, NEC is gewoon een goed voetbal en ploeg, dat weet ik. Ik heb er heel lang genoeg gezeten en ik weet hoe Alex Verstoor wil voetballen en die wil voetballen. En dat zie je ook, maar inderdaad, ja, in minder periode. Ze doen het hartstikke goed. Ze staan mooi in een linkerrijtje. Dus we moeten wel oppassen voor ze, zeker. Ja, leeft het ook in de groep bijvoorbeeld? Dat je toch wel zegt van, goh, dit zijn wel wedstrijden die er nu wel aangekomen, die we ook wel moeten pakken nu? Nee, maar de laatste 7 sowieso. Als wij kampioen willen worden, dan willen we de laatste 7 winnen. Dan zijn we er. Dus niet alleen zondag, maar elke wedstrijd is ontzettend belangrijk. We moeten gewoon elke wedstrijd winnen. En dat begint met zondag. 10 jaar heb jij bij NEC gespeeld, waarvan 9 in de jeugd. En dan mag je door een blessure van Gabo Babels je debuut maken tegen Heerenveen. Een ongekende situatie, lijkt mij. Ja, dat klopt. Ik heb 9 jaar in de jeugd, 2 jaar dan bij Jong gespeeld. 8 jaar in de jeugd, 2 jaar dan bij Jong en toen mocht ik bij de selectie komen. Verbaas jij je nog wel eens achteraf hoe sterk je eigenlijk was in dat jaar? Ja, ene kant wel, andere kant niet. Het ging lekker, dus ik wist wel dat ik kon keepen. Dus goed, soms heb je geluk dat ze ballen tegen je aanschieten. Ja? Ja, tuurlijk. Kijk, iedere keeper kan wereldreddingen maken, maar sommige ballen die pak je ook zonder dat je het weet. En dat is soms alleen maar lekker. Dan komt er na dat ene jaar, komt er eigenlijk al gelijk interesse, met name van grotere clubs. Uiteindelijk ga je op 27 augustus 2011 naar Amsterdam, naar Ajax. Ja, goed. Ik had een jaar NEC en ik heb de nodige mensen ook binnen NEC gesproken over de club Ajax. Waar ook wat andere clubs geïnteresseerd. Maar goed, Ajax stond voor mij bovenaan het lijstje. Ja, het is en blijft Ajax. Binnen Nederland denk ik de beste club. En ja, goed, binnen NEC met de nodige mensen gesproken buiten NEC. En die waren allemaal positief. Dus ja, het gevoel was goed na de gesprekken hier. Ja, wat je zegt, contract voor 5 jaar. Ze hebben ook wat moeite gedaan, want het heeft even geduurd, de transfer. Dus daar sprak enorm veel vertrouwen uit en nog steeds. Ja, debuut maken tijdens blessures, dat is dan wel een beetje het verhaal. Want op 15 oktober is het dan tegen AZ in de Eredivisie. Wat kun je herinneren van die wedstrijd? Ja, dat het na een uur spelen was dan ongeveer. En net nadat je erin staat, krijgt Eno ook nog zijn 2e gele kaart, waardoor je nog met 10 man verder moet. Nou, dan maak je snel daarna 2-1. En toen maken we ook nog 2-2. En toen op het laatst kreeg ik die bal, wat ik zei, van Benschop op me geschoten. Ja. Dus uiteindelijk toch een belangrijke redding geweest. Ja, dat wou ik ook aan je vragen. Die redding in die slotfase, ja. dat zal ongetwijfeld het beste bijgebleven zijn, denk ik. Ja, zeker. Kijk, daar geniet je dan van. Ook zo'n bal, je krijgt hem op je geschoten, je weet eigenlijk niet waar je hem raakt. Ja, na de wedstrijd zie je dat balafdruk zitten, omdat hij hem best hard schoot. Maar voor de rest weet je niet waar die kwam. Ik ben hierheen gekomen als eerste keeper en dat wil ik nog steeds worden. En zo hebben ze hem ook gehaald. Alleen ja, goed, Kenneth doet het fantastisch. Dus ja, dan moet je geduld hebben. Was Gabo nooit geblesseerd geraakt, had ik hier ook niet gestaan. Ja, om een wedstrijd met Jong te spelen waarschijnlijk. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar ja, goed, ik ben hierheen gekomen om te spelen en ik wil spelen.
Maar goed, ik merk wel aan mezelf dat ik stappen gemaakt heb. En dat hoor ik ook de mensen om me heen, dat ik nog steeds stappen maak. En ja, goed, het is nu wel weer zaak om wedstrijden te gaan spelen, ja. Maar goed, waar, dat is niet aan mij. Ik hoop hier natuurlijk. Je hebt stappen gemaakt, maar in welk proces bedoel je dan? In alles. Ik ben volwassener geworden, ik ben rustiger geworden in mijn spel, ik ben technisch sterker geworden. Ik ben sterker geworden, dus ja. In alle facetten van het spelletje ben ik voor mijn gevoel sterker geworden en dat hoor ik ook om me heen. Zondag de wedstrijd, Ajax-NEC. Ja, vertel eens. Ja, goed. Het mooiste zou zijn als je mag spelen, maar goed, de kans is natuurlijk heel klein. Want Kenneth het gewoon fantastisch doet en gewoon fit is. Maar ja, goed, dat zijn wel de wedstrijden waar je hoopt je nog een keer te mogen laten zien. Omdat ja, het blijft mijn club. Daar ben ik heel eerlijk in. Lasse vindt zo'n wedstrijd dan toch speciaal, maar voor jou denk ik is dat nog veel meer speciaal. Ja, zeker. Kijk, wat ik zeg, ik heb 11 jaar bij NEC gespeeld en ik ben als klein jongetje gekomen. En dan kijk je op tegen de grote club NEC en je hoopt in het eerste te mogen komen. En dat geluk heb je dan. Nou, als je dan terugkomt, ook als je in de Goffert komt dan, of als ze hierheen komen, het blijft toch het weerzien met de oude bekenden en genieten.